Mijn jeugd kenmerkt zich door een aantal trauma's. Geestelijke en lichamelijke mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik. In mijn tienerperiode ben ik begonnen mijzelf te verwonden. Ik begon bijvoorbeeld met een asbak op mijn hand te slaan. Of met lucifers uitblazen en op mijn hand uit te drukken. En dan krijg je fysieke pijn. En die fysieke pijn verdooft op dat moment de geestelijke pijn. Juist door het slecht voelen, voel ik mij beter. Ja, dat is een overlevingsstrategie. Op een gegeven moment had ik de mogelijkheid niet meer om mij te snijden. Toen zag ik op een gloorfles staan dat het irriterend was voor de huid. Toen heb ik dat op mijn huid gegooid en kreeg ik toen een eerste en tweede graad brandwond. Ik weet niet meer precies hoe, maar uiteindelijk heb ik op internet dus gelezen over het aderlaten. En ik dacht van ja, dat is de manier voor mij. En inderdaad, dat werkte ook. En het begon met maar heel weinig bloedverliezen tot uiteindelijk zo erg dat ik in levensgevaar kwam. En vorig jaar uiteindelijk zo'n 20 bloedtransfusies heb moeten krijgen. Je wilt het heel graag stoppen, maar ik heb tot heden geen andere manier gevonden om mijn problemen te kunnen oplossen. De geboorte van mijn dochter. Ja, dat was het mooiste en het beste wat me kon overkomen. Ik heb ook keihard geknokt om in die jaren mijzelf niets aan te doen. Dat is redelijk gegaan. Ik merk dat nu Sarah weer uit huis is, dat ik er ook sneller in terugval, omdat de mogelijkheid er is. De littekens herinneren me aan hetgeen wat ik vroeger allemaal heb meegemaakt. Mijn littekens zitten verspreid over mijn lichaam. En misschien wel het grootste litteken zit op mijn ziel. Het is moeilijk om gewoon van mezelf te houden.